Hoi en leuk dat jij kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag mijn koffer inpakken met jullie samen. Ik ga namelijk naar Kreta een weekje, 8 nachten in Griekenland. En ik heb er helemaal zin in. Ik ben ook heel benieuwd hoe het daar natuurlijk nu gaat. Ik heb een grote koffer van 20 kilo volgens mij en een handbagagekoffertje. Dus dat gaan we nu beide inpakken. En ben jij benieuwd? Blijf dan zeker even kijken. Doe een duimpje omhoog en dan gaan we snel beginnen met de video. Nou, jullie zullen het vast al hebben gezien. Ik heb lekker geen make-up op, want het is mega warm buiten. Het is lekker 30 graden, dus ik ga ook straks in de zon weer liggen. Maar dit moet ook gebeuren. Dus ja, en mijn make-up is al ingepakt. Dus ik dacht, we gaan er gewoon lekker voor. Lekker natural, helemaal top. Ik heb al een lijstje gemaakt op mijn mobiel, want ik zat in de nacht na te denken van wat moet ik allemaal meenemen. Dus ik heb alles in mijn mobiel gedaan. Dus ja, dat gaan we afvinken. Ik ga op vakantie met mijn vriend. Dit is onze eerste vakantie samen. Ik heb er helemaal zin in. Als we op vakantie zijn, dan hebben we ook een jaar. Dus ja, dan gaan we gewoon lekker uit eten en zo. Dus we gaan leuke outfitjes maken. Maar we gaan snel beginnen met inpakken. Dit is mijn handbagagekoffer. Het is gewoon een hele simpele zwarte. En deze hebben we al best wel lang. Geen idee waar die van is. Maar het is gewoon echt een top koffertje. Zo is die open. Het is tijd om het in te pakken. Ik weet nog niet zo goed hoe vol deze wordt. Maar ik probeer hier zoveel mogelijk in te krijgen. En dan in mijn andere koffer ook. Want dat is gewoon handig. Mijn vriend heeft ook gewoon een handbagage en grote koffer. Dus ik hoef niet te delen of zo. Okay, ik begin met mijn bidon. Dat vind ik gewoon handig om mee te nemen met water. Dan heb ik hier een zakje. Met zonnebrillen die ik mee wil nemen. En ik wil gewoon niet dat dat beschadigt. Ik heb hier nog één in de koker. Dat is mijn favoriet. En die heeft dan ook nog zo'n sunny cord eraan. Gouden. Dus die heb ik even zo omheen gewikkeld. Dus dat heb ik allemaal in dit zakje. Gewoon mijn zonnebrillen. Dan heb ik nog 3 magazines. Ik heb er één van Linda. Één van Cosmopolitan. Het zomerboekje. En de Cosmo Girl. Die heb ik allemaal voor mijn verjaardag gekregen. En die doe ik denk ik hier zo. Dan heb ik hier nog een klein tasje. En hier heb ik gewoon nog wat handige dingen in zitten. Ik heb mijn meeneemblader. Lippenbalsem. Handcreme. Hier een handcreme van Rituals. Nou ja, en zo zit er eigenlijk van alles in. Medicatie gekregen voor vliegangst. Want ik heb dus sowieso al paniekaanvallen en zo. En ik heb mijn hele leven lang al vliegangst gehad. En nou ja, sinds december heb ik dus ook paniekaanvallen en zo. Dus dat wordt alleen maar erger natuurlijk dan. Dus dit wordt de eerste vlucht dat ik ga ervaren met dus al mijn hele leven vliegangst. En daarbij nog paniekaanvallen en zo. Dus ik ben heel erg benieuwd. En daarvoor heb ik dus wat gekregen. Dus dat zijn die pillen. Gewoon nog een borstel. Ik heb hier mijn gewone bril. Die doe ik hier ook in. Maar ik denk dat ik die zelf nog op ga doen die nacht dat we vliegen. Nou, de pil. Die doe ik wel in dit tasje. Portemonnee. Een Rabo-scanner voor de zekerheid. Oordopjes heb ik hierin zitten. Super handig in zo'n ding van de Action. Een handgel. En natuurlijk niet te vergeten mondkapjes. Ik heb, nou ja, 3 gewoon best wel mooie stoffen. Die zwarte gaat mijn vriend opdoen. En dan nog wat wegwerp. Want ja, je kan er nooit genoeg hebben. En als laatst mijn Tangle teaser. Nou, dit is hoe het er nu uitziet. Best wel rommelig, maar er maakt mij op zich niets voor uit. Er past nog vet veel in. Dus we gaan nu naar de grote koffer. En dan zien we wel wat daar niet in past. Dat pleur ik hier dan nog bij. Sieraden trouwens, die heb ik allemaal al om en die hou ik ook altijd om. Dus ja, dan hoef ik dat geen plekje te geven. Dus we gaan nu naar de grote koffer. Oké, ik denk dat ik er ben. Oh my god, ik heb het helemaal warm van. Het ligt hier helemaal vol met puinzooi. Ik heb het even uitgezocht qua ondergoed, sokken, kleding voor 7 dagen. Toilettasjes, echt van alles. Dus dan gaan we nu door. En laten we beginnen met kleding, want dat is het meest. Ik heb me echt heel erg... nou ja, geprobeerd in te houden. Ik heb meer gepakt dan moet. Dus ik ben er net nog een keer doorheen gegaan en heb weer wat eruit gehad. Want dit is echt overdreven. Wat ik nu aan heb, neem ik sowieso mee. Maar dat heb ik de komende vandaag nog aan. En ik ga straks al naar mijn vriend. Dus dat gaat dus al mee. Goed, we gaan beginnen met de kleding. En dit is een hele grote zwarte koffer. Die kun je ook nog zo omhoog zetten. Dus je kan hem zo plat maken. Maar ook nog iets omhoog. Zodat hij wat meer verering heeft, zeg maar. En ik kan er net iets meer in. Maar goed, we moeten niet over de 20 kilo gaan. Ik neem geen sweater mee of zo. Ik dacht, ja, misschien de avond koelt het af. Maar mijn vriend heeft dat wel. Die heeft dat alleen maar. Dus dan pak ik er wel even hem. Dus, oké. Als allereerst neem ik dit setje mee. Dit is een rokje van de Zara. En daarbij doe ik dit schattige topje. Gewoon een wit topje van Chiquelle. En dit is sowieso altijd handig. Ik zit me nu te bedenken, ik heb al zo'n topje aan. Dus is dit niet dubbel? Nou, ik neem het wel gewoon mee. Goed, dan gaan we verder naar het tweede setje. En dat is dit Zara topje met dit Zara rokje. En ik denk dat ik dit in de avond ga dragen. Omdat het nu nog veel te warm overdag daar is. Kaartjes zitten nog aan, maar die knip ik dan wel af. Het volgende outfitje is dit Zara broekrokje. De zwarte met het super chille Zara crop top, of Zara Chiquelle crop topje in het paars. Oké, ik heb echt te veel mee. Ik moet echt wat wegdoen, want ik zie het alweer. Dan het nieuwe Lofi's rokje neem ik mee. Zet het kaartje volgens mij ook nog aan. Maar die knip ik er dan ook uit. Met dit nieuwe Lofi's beige topje. Dat vind ik echt een hele leuke combinatie. Dus dat is weer een nieuwe outfit. Dan is dit een jurkje van Colorful Rebel. En dit is echt een heel chill zomeromslagjurkje. Oké, ik heb echt te veel mee. Ik mag dit niet van mezelf doen. Dan heb ik hier nog een wit Lofi's rokje. Die gaat mee met de body van de Zara. Dan een heel groot shirt van Shein. Die neem ik mee. Met het fietsbroekje van Lofi's. Dan voor in de avonden of over je bikini. Deze grote blouse van de Zara in het zandkleur. Die neem ik sowieso mee. Maar die maakt wel veel ruimte. Of die bezit veel ruimte. Goed. Dit is allemaal veel te veel. Ik heb al heel veel. Ik moet echt keuzes maken. Oké, dan nog deze lange jurk van Naked met zo'n waterval. Die zit heel strak. Dat vind ik wel leuk voor een avond. En wat is handig om dan nog mee te nemen. Dit broekje vind ik handig. Een wit Shein broekje. Zo, en dit mag ik... Oké, en één spijkerbroekje. Want dat heb ik er nog niet in. Meer mag ik van mezelf niet meenemen. Dus helaas, dit mooie setje gaat niet mee, want het past gewoon niet. Ik heb hier ook nog een leuk wit zomerjurkje, maar dat wordt hem niet. Ja, en zo heb ik nog wel meer dingen, maar dat wordt echt te veel. Goed, mijn vliegoutfit wordt deze witte joggingsbroek met dit Chiquelle topje. En daaroverheen doe ik nog, want we vliegen s'nachts. Nou, waarom focus je nou dit en niet? We vliegen s'nachts, dus daarbij heb ik nog deze witte sweater eroverheen. Dus dat is lekker dik, dus dat doe ik aan. En die kan ik altijd nog uittrekken. Goed, de helft van de koffer is al helemaal vol. En dan gaan we door naar het volgende. Ik weet niet hoe dit allemaal gaat passen. Dan heb ik nog twee toilettasjes. En die zitten ook al helemaal vol. Deze gaan we eerst even openmaken. Dan ga ik laten zien wat hierin zit. Zoals je kan zien zit die echt helemaal vol. Ik heb deze Andrelon van het spul voor in je haar. Een deo van Faam. Mijn Guess Body Splash. Want ik vind parfum niet echt chill op vakantie. Dan heb ik nog een olie voor in mijn haar. Een body lotion van Rituals. De Garnier zonnebrand. En de olie. En voor je gezicht. En dan hier nog gewone zonnebrand. En voor de rest zit er alleen maar make-up in. En dagcreme. En lippenbalsem. Hier zit ook nog een ritsje in. En daarin heb ik allemaal scrunchies en elastiekjes. Dus dat heb ik hierboven nog. Echt mega veel. Maar dat vind ik op vakantie echt chill. Want dan heb je echt geen zin om dat je haar te doen. Dus doe je het lekker vast. Nou, dus dit stop ik weer terug. Nou, en dit stop ik hierachter. Oh my god, dit is gewoon nu al vol. Dan het tweede toilettasje. Nou, als ik die erin doe, is die vol. Dus ze zijn ook echt zwaar. Dus ja, ik moet echt niet over de kilo heen gaan. Hierin heb ik alles voor douchen en gezichtsdoekjes, nou ja, mijn conditioner, mijn shampoo, twee tandenborstels en een tandpasta voor mij en mijn vriend. Van dat verkoelende gel als je bent verbrand. Super chill. Van dat anti-insecten gedoe. Nou ja, zo zit hier echt van alles in voor je lichaam en voor je haar. En in dit ritsje hier scheermesjes. SPF 75 voor mijn wenkbrauw. Een spiegeltje. Altijd handig. Dus dat heb ik hier. Oh, dit kan echt niet. Oké. Dan neem ik nog twee tasjes mee. Ik neem deze Valentino tas mee. En dit Lovies tasje. Ik denk dat ik deze Valentino tas gewoon al omdoe. Ik weet niet of dat mag. Want dan heb je nog een tasje. Met het vliegen. Maar ik leg hem hier wel bij. En dan neem ik deze mee in mijn koffer. En hierin doe ik mijn ondergoed. Als dat past. Nou, past perfect. Dan heb ik hier nog iets. En daar wil ik eigenlijk vooral mijn schoenen doen. Maar goed. En mijn sokken. Dus mijn sokken die leg ik eerst hierin. Oh, en de sport BH. Dat vind ik altijd wel chill voor in de avond of zo in het hotel. Dan heb ik nog wat bikinis. En als ik dit zie vind ik het ook weer veel te overdreven. Dus we gaan weer een selectie maken. Ik neem sowieso deze panter bikini mee van Shein. Je wil altijd zo snel te veel meenemen. Het is echt ongelooflijk. Maar goed. Dan deze witte bikini. Zo mooi als je bruin bent. En sowieso nog een zwarte. En dan laat ik deze thuis. Ja, oranje is ook wel leuk. En dan neem ik gewoon nog de oranje bikini mee. Nog wat bralettes en BH's. Mijn steltar neem ik mee. Die doe ik hierbij. En dit is ook nog heat protector. Dus die doe ik ook nog hier zo bij. Oh my god. Dan neem ik nog een riempje mee. Ik doe hierin. Ja, en eigenlijk wou ik ook nog mijn Nikki riempje mee. Maar ik ga het maar niet doen. Want het is al veel te vol. Dan heb ik nog mijn witte kimono van Shein. Die is zo mooi over een bikini heen. Dus die neem ik sowieso nog mee. Dat kan daar wel. Top. Badslippers, gewoon slippertjes en mijn mooie strandslippers. Dan heb ik nog laarsjes en sandaaltjes. Misschien dat ik de sandaaltjes maar niet doe, want dat past gewoon niet. Maar die zijn wel echt mega cute. Maar goed, je moet keuzes maken. De witte gimpen die doe ik gewoon al met vliegen aan, zodat ik dat niet helemaal mee hoef te nemen. Oh, ik zit me nu te bedenken dat ik nog plek heb in mijn handbagage. Dus ik doe mijn slippers. En het riempje, die doe ik daarheen. Dan komt deze dicht. En dan doe ik altijd de badhanddoek. Deze is echt vet lelijk, maar echt super groot en heel dun. Dus dat scheelt gewoon heel veel ruimte. Die doe ik er dan altijd overheen. En dan kan deze dicht. Oh, ideaal. Oh, trouwens. Mijn strandtas, die neem ik ook nog mee. En dit jaar gebruik ik gewoon deze van Tess V. Dan heb ik hier mijn vliegoutfitje. En hier de twee koffers. Ik ga ze nu wegen en ik hoop dat het goed is. Nou, ik heb ze gewogen en beide zijn gewoon prima. Handbagage mag nog meer in. In de grote mag eigenlijk nog meer in, maar ik vind het wel goed zo. Voor de vragen als ik die krijg of ik ga vloggen op vakantie, dat ga ik niet doen. Ik wil gewoon lekker even genieten en nou, ik ga met mijn vriend en hij hoeft ook niet per se op beeld. Dus dan kun je ook niet veel vloggen. Wel ga ik een Instagram TV maken, ben ik van plan. Dus mocht je toch nog wat kiekjes willen zien van onze vakantie, check dan even mijn Instagram, dat is @floordelver. Nou, ik ben altijd bang met de vakantie dat ik wat vergeet. En dat heb ik nu ook zo'n gevoel. De lader, als je die denkt, Floor, je mobiel opladen. Ja, die ligt nog bij Sander. Dus die kon ik nog niet in mijn koffer doen. En voor de rest heb ik alles mee. Als het goed is. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond jij me leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken.